Vandaag een nieuwe tip. Hoe versnijden we een ananas om hem mooi op tafel te brengen? We beginnen met ananas gewoon overlangs door te snijden. Zeggen voorzichtig, want ik probeer het groen mee te pakken. Dat is een mooi stuk presentatie. Dus we gaan echt in het midden van de ananas erdoor. Groot scherp mes nodig hier. We gaan aan de voorkant. En we zien dat we mooi in het groen blijven. In de bladeren van de ananas. Kijk, en dat is gelukt. Zover zijn we al. Zo. Wat doen we dan? Dan gaan we nog eens verdelen. Van een vierendelen feitelijk. We gaan weer recht naar beneden. En we proberen weer zo goed mogelijk in het midden van die groene aanzet te blijven. Want dat is mooi op tafel. Kijk, wat hebben we nu? We hebben een kwart van een ananas. Met het loof er nog bovenop. Wat gaan we nu doen voordat hij, zoals we zeggen, voor consumptie geschikt is? De kern die halen we eruit. Denk aan de dozenananas waar in het midden een ronde is uitgenomen. Dat is deze kern. Die is te hard. Die halen we eruit. Dus we snijden, voelt dat zelf aan. We snijden dat harde stuk eruit. Zo. Dat is niet lekker. En dan gaan we naar beneden toe, voorzichtig, niet te ver snijden. We gaan wederom met een scherp mesje gaan we iets boven de schil snijden we parallel met die schil naar onder toe. We geven hier weer een kleine insnijding. Kijk, en dan zit dit stuk, dat zit los. En dan is er een klein geintje, dat is wel plezant. Dan snijden we dat stukje dat los zit, dat snijden we in zessen. De ananas kan zo op tafel, maar dit is wel leuk. Hoeft niet, maar is leuk. Zo, zo. Mooi bordje ananas voor de feesttafel. Tot een volgende tip.